Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlog geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Het is alweer de laatste dag van Indoor-Brabant en we zijn onderweg terug naar de stallen, want we hebben net soundcheck gedaan in de hoofdbaan. Het klinkt echt super gaaf, mijn kuur in deze mooie baan, dus ik heb er heel veel zin in. En nu gaan we ze even nog aandacht geven en dat soort dingen, dan zelf even eten. Die mevrouw die heeft een walkie-talkie en tegen haar kan je zeggen of dat die harder of zachter moet. Kijk, zij geeft het door aan degene van de muziek. Nu zegt hij dus dat hij iets zachter moet, want de muziek gaat wel wat zachter nu. En zo krijg je dus voor jou de perfecte muzieksterkte, zeg maar, hoe hard die staat. Het is voor iedereen natuurlijk anders. Het ene paard kan wel bijvoorbeeld heel goed tegen de muziek en de andere niet. Die van mij staat niet zo heel hard. Dus ja, zo gaat dat ongeveer. Ik ben Matje aan het vlechten en ondertussen is Ens een lekker dutje aan het doen. Hij ligt eigenlijk al de hele ochtend te slapen, dus dat is schattig. Ik sta nu bij het losrijden van de U25, want dat is eigenlijk de rubriek waar ik in rij. En dit jaar rij ik dus niet mee, omdat ik dus bij de senioren meedoe. Maar ik vind het nog wel super leuk om te kijken natuurlijk bij mijn collega's, zeg maar, van hoe zij het doen. En ja, dat het een beetje, omdat het lukt. Ik vind dat gewoon leuk om te zien, een beetje aanmoedigen en zo. Dus hier is Danielle aan het rijden. En die gaat zo de ring in. En Sanne is bezig in de ring. Ik ga zelf over 10 minuten opzadelen, dus dan mag ik gaan mijn kuurtje laten zien in de kuur bij de senioren. Op dit moment is Jill aan het losrijden. En dus heb ik de camera aan handen om te gaan vloggen. En op dit moment is Carla Jill aan het helpen met losrijden, want ze moet als derde in de kuur rijden om 10:50. Dus ik zou zeggen, fingers crossed. En daar is de hele support. En Carla is aan het helpen. We hebben er alle vertrouwen in. Vanochtend hebben we soundcheck gehad. Dat ging maar heel goed. Ja, hier staat de fanclub. Kijk. Jill is er bijna klaar voor. We gaan ervan uit dat ze er klaar voor is. En we gaan nu naar de paddock toe. En dadelijk de ring in. Hey, ik zal me even voorstellen. Ik ben Marlon. Ik ben een vriendin van Jill. En we gaan nu naar de ring toe. We zijn ongetwijfeld genieten van de nieuwe muziek van Jill Huibrechts. Hier aan het start met een paar te vriend van Jill. Set. En Koen. Nou, de bel is gegaan, dus ze mag beginnen.
een beetje tweeën in de wind. Dat is een spaalpaddock in de muk voor een handspeed en blenderhout. De baby puik, 5 minuut in de jungle. Bij M 69,2 en 67,7 bij B 69,5.
sporen zijn nog van de vorige starter. Nog niet van Jill. We zijn inmiddels weer op stal en het is hier lekker druk. Iedereen is super gezellig. Want nou, de kuur is afgelopen en ik ben echt super tevreden. Net als gisteren eigenlijk precies hetzelfde. Gewoon wat foutjes, maar dat is ook een beetje door ons gebrek aan ervaring. Maar Mathieu was weer super lief en hij deed echt super goed zijn best. Dus ik heb wel lekker gereden en het was ook wel echt genieten hier zo voor het publiek. Zeg maar voor het thuispubliek hier uit de buurt. Dus super gezellig en leuk. En nu ga ik als een gek naar de congreszaal, want er gaat iets heel spannends gebeuren. Yay! Dit is dus hetgene wat zo spannend was. Want wij zitten allemaal in het Rabo Talenten Team! Dus we hebben daar ook de presentatie en hier staan nog wat springruiters inderdaad en alle jongens die zijn weer afgeleid. En wij mogen dadelijk in een dikke vette Audi zonder dak door de baan en dan krijgen we de presentatie, dus echt super cool. En ja, dit is dus, even kijken, Maxime en Stef, dit is Stef en Estee zit erin en Anne. En wij zijn van dressuur en Estee die doet para. Het is echt super gezellig allemaal. Dus ja, we hebben er zin in onze presentatie. Yeah. Wij zitten al in de auto. En de jongens rijden. Ja, Kevin. Jean-Luc Blekman,
en Jordi Wilken. Vanuit de paradressuur ST Gerritsen. Vanuit de discipline springen Kevin Jochums, Lisa Noorden, Niels Knapen, Jelmer Hoekstra en Sanne Thijssen. Gelijkt Jill. Kom eens even hier. Jill Herbert, dames en heren. Had jij verwacht aangewezen te worden voor dit talententeam? Niet verwacht, natuurlijk wel gehoopt. Want voor mij is het net zoals voor vele anderen een ontzettend grote droom om in dit team te komen. Droom en komaat, Jill Herbert. Jordi Wilken. Hebben Jordi al aan het werk gezien bij de eventing deze week? Jordi, wat betekent het voor jou om aangewezen te worden voor het Rabo talententeam? En wat voor een begeleiding zou je dit jaar graag hebben? Nou, voor mij betekent het heel veel, want ik hoop op meer ondersteuning. En het is natuurlijk een hele eer om in dit team te mogen zitten. Ik wil dit jaar meer aan mijn dressuur werken, samen met Joyce Heuping. Zo proberen het resultaat nog beter te maken. Dames en heren, daar staan ze, het Rabo Talententeam 2016. Rabo Talententeam 2016. En dan gaan we vanavond misschien even terug naar Indo-Brabant, want het is altijd feest en hoe is het? Ah, gaan we heen? Gaan we heen? En het is feest en het is ook derby. Indoor gaan ze dan heel ziek hard door het, hoe heet dat? Door het stroodorp. Jill krijgt natuurlijk ook media-aandacht. Hoort er ook bij. Interviews. Ik heb net echt een super lief cadeautje gekregen van mijn broer, voor geen idee waarvoor, maar het is gewoon super lief. En dat is dus deze nieuwe frontriem van Judy. En dat is echt zo'n frontriem die ik eigenlijk altijd al wilde, want als ik langs de stand van Judy loop altijd, dan denk ik altijd van wauw, dit blinkt zo hard. Judy heeft echt alleen maar van die mega Swarovski frontriemen en allemaal kijk, bandage, bandjes en dat soort dingen. Echt dat je denkt van wauw, hebben. Dus dat is echt heel cool. En super lief dat ik dit natuurlijk van mijn broer heb gekregen. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben even tussendoor naar huis om met Macho te wandelen. Die is alweer thuis. Super fijn. Mijn moeder had hem even naar huis gebracht samen met Ens. Dus we zijn even lekker aan het wandelen in het zonnetje. En zodat hij niet stijf wordt bijvoorbeeld. En dan ga ik straks weer even terug naar Indo-Brabant. Eerst nog even thuis eten, een beetje chillen en nog een vlogje monteren. En dan even derby kijken. Dat is wel leuk. Willem Geven aan start, zei hij, KW Pieter Kunijns, El Dorado van de seizoen TM. Een van de engsten van Team Nijhoff, Zomer, Quinten en toen nog prachtige afstamming. En de dit was het alweer. Ook de laatste dag van Indo-Brabant zit erop. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor alle leuke reacties die ik heb gekregen op mijn voorgaande vlogs. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad op Indo-Brabant. En het was echt een super gave ervaring. Houd het YouTube kanaal gewoon in de gaten. Want er volgen nog veel meer nieuwe filmpjes over van alles en nog wat.
En oh ja, vergeet je niet te abonneren, zodat je mij kunt blijven volgen bij mijn volgende vlogs.